Een van die kleine dagelijkse genoegens is voor mij het lezen van de krant. Vooral als die krant me niet alleen vertelt hoe de stemming in Tokio is. Maar ook het nieuws verslaat van hier uit de buurt. Dus het is niet zo vreemd dat op mijn mat het regionale dagblad ligt. In je regionale dagblad staat wat je persoonlijk raakt.